Goedemorgen, beste mensen. Het is vandaag vrijdag 12 april 2019. Nou, we zijn vandaag weer on tour in België. En ja, nou ja, ik hoef dat niet meer te zeggen, gezellig. Met Henny natuurlijk, uiteraard. Hallo! Ja, daar is hij weer. Ja. Nou, we hebben daar een heel mooi rondje. Dus ja, het was gisteren nog even spannend. Dus ja, we hebben een mooi ritje vandaag. En ik ga zeker weten, het reis hier en daar weer lekker filmen. Ja, dus dat gaat helemaal goed komen. Het is vandaag trouwens prachtig mooi weer. Hopen dat het zo blijft. Beetje zonnig, iets bewolkt, maar het is wel lekker. En we zijn onderweg naar Klein Willebroek. Ja, dus daar is ons eerste losadres. Dus ja, dus dat gaat helemaal goed komen vandaag. Ik zal het reis hier en daar zeker weer gaan filmen voor jullie. En ik ga gewoon mijn uiterste beste voor doen. Dus dat komt helemaal goed, lieve mensen. Dus ja, voor de rest ja, alweer gezellig te kletsen vanochtend even. Dus ik dacht, nou ja, ga ik je wat later filmen dan de grens. Want dat hebben jullie al wel al een paar keer gezien. Dus we hebben een heel ander rondje. Dus dat gaat helemaal goed komen, lieve mensen. Hier zien mij straks alweer. Hoi. Oké, nou, ik dacht dat het kleine Broekenland was. Of Willebroek. Willebroek. Ik dacht dat het Klein Willebroek was, maar dat ik fout. Het was Bornum, ja, dus voor de kijkers, we hebben in Bornum net gelost. En we zijn nu onderweg naar Gent, ja, Gent, België, dus zodoende. Dus dat is tevens ons volgende losadres. Maar dat komt goed, ik zal straks nog even een leuk stukje weer filmen. Dus het is een beetje allemaal, ja, een beetje industrie en zo. Maar dat komt helemaal goed. Oké, inmiddels zijn we aangekomen in Gent. Ja, nog even een kleine file gehad toen we straks. Maar ja, gelukkig. Dus er was een wegwerkzaamheden. Dus ja, dat moet ook gebeuren. Hè. De conditie van de wegen een beetje op peil te houden. En daar hier links een nieuw voetbalstadion, zoals jullie kunnen zien daar verderop. Ja, een nieuw voetbalstadion van Gent. Dus ja, daar vlakbij is ook ons losadres. Dus dan gaan we eens even kijken of die mensen nog blij met ons zijn. Nou, tevens, ja, het zonnetje is er nog steeds lekker bij. Het is heerlijk weer. Dus ja, dat is helemaal toppie. En daar doen we het ook voor. Dus zo te gaan we hier de brug over. Kunnen jullie zo denk ik het stadion nog wel iets beter zien. Zo is het aan mijn kant. Kijken. Oh ja, kijk hier. Voor de mensen die kijken uit Gent. Zie daar is het stadion. Ja, dus we boffen maar weer met weer, want ja, ze hadden ook een beetje regen voorspeld, maar gelukkig valt het wel weer reuze mee. Dus ja, gelukkig hebben we dit weer, dus dat is ook wel lekker en lekker genieten. Ja, het hobbelt hier een beetje, maar ja, dat mag geen naam hebben natuurlijk. Het is een Napoleon vergeten, om een stukje aan te leggen. Ja. Nou, we rijden hier in de streettrein. Zo, nou, Gent hebben we nu gelost. We zijn onderweg naar Moeskroen. Ja, dus dat is ook tevens onze volgende losadres. Dus zodoende. Ja, vanochtend is hebben we 10 pelletjes met karton gelost. En ja, gelukkig hebben ze een schot gezet, want de rest was diepvries wat we moesten lossen. Dus ja, dat is een mooi gescheiden. Dat hebben ze goed gedaan. Dus zodoende, ja. Dus ja, ook dat kan, hè. Je kan ook producten scheiden. Dus ja, dat scheelt nog wel weer een hoop. Dus zodoende. Nou, ik ga straks weer eventjes een stukje filmen als net voor mijn schoen of zoiets. Dan kom goed. Oké, jojo. Nou, we rijden alweer bij Kortrijk. Ja, dus we zijn nog steeds onderweg naar Moeskroen. Dus ja, tevens ons volgende losadres. Dus ja, zoals jullie kunnen zien,
is het hier nog steeds wel een beetje rustig op paadje. Dus dat is wel lekker, hè? Ja, ondertussen de zon wel een beetje weggegaan. Een beetje bewolking hangt er. Dus maar op zich, ja, we mogen helemaal niet klagen. Het is wel lekker zo. Dus voor de rest, ja, we praten gezellig wat. En we hebben het over van alles en nog wat. Ja, je moet toch wat doen, hè? Dus kijk, ik had jullie al gezegd. Ja. Ja, zo werkt dat. Ja, zeker. Ja. En ik had jullie al gezegd dat we een mooi ritje hadden. Dus dat hebben we zeker. Als jullie op Google Maps kijken en jullie hebben goed onthouden wat voor plaats ik allemaal heb genoemd, dan kunnen jullie zien dat het een heel mooi rondje is. Ja, dus zodoende. Het gaat hartstikke mooi, joh. Dus, ja, we zijn er nog lang niet, hè? Nee, we zijn er nog lang niet. Dat is juist de surprise. Ja. Dus maar dat komt helemaal goed, hè, beste mensen. Dus die zien we straks weer even. Yo! Nou, we zijn er bijna, we zijn van de snelweg af, hè. Dus dit is de goede weg richting Moeskroen, dus. Dus ja, die afslag die hebben we net gehad. Dus, dat is wel mooi, joh. Een beetje zo toeren door het land, zien we eens wat, joh. Hè? Dat is hartstikke mooi. Maar dat komt goed, hè. Oh, hij wil tunneltje. Ga even onder de parkeerplaats door. Ja. Gaat-ie hoor. Huppakee. Wat een flats. Zie je dat? En die beste man volgens, die rijdt niet echt door. Nee, die wil niet rijden. Nee. Vaak ben je te bang. Nou, dat is die man zeker. Staat de auto van Stef, dat kennen jullie wel van de vorige film in Scientist. Ja, of nee, dat was niet de vorige film, dat was voor mij alweer een filmpje daarvoor. Ja, dus ja, joh, daar is zo'n beetje voor jullie filmen, joh. Hè? Ja, is ook wel leuk voor jullie. Ja, jullie rijden gewoon gezellig mee, hè. Ja, als jullie het leuk vinden, dan ga je nog maar weer een keer mee. Of jullie kijken maar gewoon gezellig. Ja, dat mag allemaal. Ik hou jullie niet tegen, hoor. Misschien voor de mensen die hier wonen, ja. Misschien is het wel een bekend stukje, hè. Dus even een stukje naar boven weer. Oké, daar was hij weer, hè. Nou, we hebben Moeskroen gelost. En we zijn nu onderweg naar Alvigem en Hoogstade. Dat ligt tussen Veurne en Ieper. Ja, dus dat ligt tussen Veurne en Ieper. Daartussenin, daar ligt dat Alvigem en Hoogstade.
Dat is tevens onze volgende losklant. Dus ja, ik dacht, dan moet ik het wel in één keer goed zeggen. Anders krijg je net als weer toen de laatste keer met Dendermonde. Dat ik Dendermunde zei. Hè? Ja, dan krijg je weer zo'n klein dingetje. Dus ja. Nee, we zijn nu nog onderweg. Dus we hebben net 8 pallets gelost. Dus ja, er staan er nu nog in totaal 3 in. Inclusief één vers. Een vers pelletje, maar die staat helemaal achterop. En de diepvries staat voorin met een schot gezet. Dus ja, dat gaat hartstikke mooi. Lieve kijkers, dus zodoende, hè. Nou, zoals jullie kunnen zien, het is nog steeds heerlijk droog. Ja, dus dat gaat wel mooi zo, hè. Ja. Dus nu komt het zonnetje, af en toe het zonnetje er een beetje bij. Ja, ah, dat is wel lekker, hè. Dat gaat helemaal goed. Dus zodoende. Nou, dat komt helemaal goed. Dan zien we straks nog wel even. Nou, zoals jullie wel al wisten, is Ameron Kamphuis is dat overgenomen door de Citra. Citra uit Ieper, België. Dus ja, dus dat is voor mij een tijdje geleden is dat voor mij gebeurd. En als het goed is, komen we straks langs de Citra op. Dus dan zet ik dat wel eventjes op de film voor jullie. Dus dat komt helemaal goed. Jullie zien me straks wel weer even. Doei doeg! Zo, nou. Inmiddels rijden we bij Ieper. En ik zal me gelijk even zelf verbeteren. Ik zei dat het ja, echt overgenomen was. Maar eigenlijk Kamphuis en Citra, dat is samen gegaan. Dus zodoende, hè. Ik dacht, ik zal me gelijk even mezelf verbeteren. Dat is samen gegaan. Ik weet niet of jullie transportwereld kennen. Maar ja, als je het even op YouTube doet of even kijkt, dan staat er vast wel iets een stukje over. Of bij transportnieuws heb ik ook wel een stukje over gezien. Maar zo natuurlijk komen we langs het hoofdkantoor van de Citra, hier in Ieper. En dat zou ik dan wel even voor jullie op de film zetten. Dan kunnen jullie dat zien. Dus, maar dat is pas iets verderop. Dus, maar dat komt wel goed. Dat zou ik wel eventjes filmen voor jullie. Dan weet je ook gelijk waar ik het over heb. Hè? Dus, maar dat gaat goed komen, lieve kijkers. Ik zie hier een mooi stukje groen. Ja, dus, maar dat komt goed. Nou, als jullie hier aan de linkerkant, dan zit de Citra, hè? Ja. Dus het valt zo wel beter zien, dat is het hoofdkantoor, hè. Ja, dus hier zitten ze. Dus ja, en zoals ik net zei, die zijn dus samen gegaan met de firma Kamphuis. Hier zit hij aan de linkerkant, voorbij de kruising, kunnen jullie het wel zien. Ik zal de camera iets voor jullie draaien. En dan kunnen jullie zien dat hier aan de linkerkant zitten ze. Hier staan al wat trailers en zo. Dus zodoende, hè? Ja, staat ook wel de film. Ik dacht misschien wel leuk om ook eventjes op de film te zetten. Dus dat ja, gaat helemaal goed komen, hè? Nou, dan zien jullie mij straks alweer. Jojo. Nou, we komen zo door. Door Veurne heen, hè, ja. Nou, misschien wel even leuk om even op de film te zetten, joh, hè. Plaatje Veurne. Ja, en Elverdingen stond ook al op het aangegeven. Ja. Op, daar gaan we eerst heen. Ja, daar gaan we eerst heen. En daarna gaan we door Veurne. Ja. Naar de volgende, ja. Hè? Kijk, dat is duidelijk. Je was iets te snel, Jan. Ja, ik wou te snel, ja. Ja, zo snel gaan we niet. Vind je een leuk dorpje zo? Ja, is wel leuk. Even een beetje filmen, joh. Hè? Voor de mensen die hier wonen. Misschien altijd wel leuk om even terug te kijken. Het is niet erg breed, maar ook niet erg smal. Het is net eigenlijk een beetje ja, tussenin eigenlijk. Goed te doen, hoor. Ja, is wel, ja, is inderdaad wel goed te doen, ja. Dus ja. Is wel leuk, joh. Dus
keer wat anders. Zeer leuke omgeving hier ook, zie je, zoals je kan zien. Dat is een oude boerderijtje daar en ja. Een beetje van alles en nog wat eigenlijk. Nou, dus op zich kan je ergens zien een leuke wegje zo om overheen te rijden. Het heeft ook wel weer wat. Ja, dus zo doen hè. Zo gaat het een beetje. Ja, de zon is nu wel weg inmiddels. Dus het is nu wel een beetje bewolkt aan het worden buiten. Op zich, de temperatuur is lekker. Dus het is buiten heerlijk. Heerlijk, ja. Dus, inmiddels rijden we Elverdingen binnen. Ja, Elverdingen. Dat is ook weer een klein dorpje. In ieder geval, ja. Elverdingen. Maar dit zie je ook niet veel van binnen doorweg. Een lange, brede weg. Ja. Dat zie je niet veel. Mensen zitten al borst of slingers. Het hobbelt wel een beetje, maar. Ja, qua ruimte is er ruimte genoeg. Voor twee vrachtwagens. Dus ja. In principe is dat. Er staat niks mis mee. Ik zie je leuk hè. Een oude trekker met een giertankje ervoor. Oh, zie je. Zie je mooi hè, zo'n strontkar. Ja. Ja, altijd goed. Nou, even kijken. Hier rijden we zo een ander dorpje naar binnen. Woesten. We rijden hier Woesten binnen. Ja. Nou ja, ik zeg maar viel op de film joh. Hè? Zo leuk ook zo op zijn tijd hè. Ja. Is een keer wat anders. Op zich maakt het ook allemaal niet zoveel uit. Ja, zo zien we ook een keer wat anders hè. Dus zo vaak ga ik ook alweer niet mee. Dus daarna dan moet ik er maar wat van maken voor jullie. En dat heb ik allemaal voor over hoor. Dus dat scheelt weer een stuk. Ja, dat doe ik een beetje zo slingen met zo'n grote auto. Ja, sorry, dat was een hobbeltje. Ja. Nou, dat zijn jullie al wel gewend, hè. Bij de CF was het nog erger die we eerst hadden. Die kennen jullie nog wel. Ja, de CF. Dus, maakt het allemaal niet uit. Zie je zo'n klein dorpje, plaatselijke apotheek. Hier aan de rechterkant. Ja, dat is altijd handig natuurlijk. Nou, dan komt allemaal wel weer in orde. Zie je hem straks even weer op het laatste stuk. Oké, we zijn weer. We hebben gelost in Alverichem. Ja, bij Hoogstade daar. Tussen Ieper en Veurne. En we zijn onderweg naar Kokseide. Ik zal nog een keertje halen. Kokseide, ja. Dus daar zijn we nu onderweg naartoe om nog een pelletje te gaan lossen. Dus zodoende. Ja, en inmiddels, zoals jullie zien, het is nog steeds heerlijk weer, hè. Zo, maar we hebben helemaal niks te klagen vandaag. Zo, het is toppie. Maar nu is de lucht ook een beetje aan het opentrekken, dus een beetje blauwe lucht erbij. Ah, dat is wel lekker, joh. Ja, dus dat is wel fijn. Dus zodoende, hè. Maar dat komt goed. Zal ik straks nog even een stukje filmen voor jullie. Gaat goed komen. Joe. Oké, lieve mensen, we hebben Kokseide gelost. We zijn nu onderweg naar Oostende. En in Oostende hebben we tevens onze laatste pallet, diepvries. Die gaan we dan lossen en dan is die leeg. Ja, dus de trailer weer leeg. En dan laat ik u straks wel even verdere informatie weten. Wat we dan gaan doen en mee gaan maken allemaal. Dus in het mooie België, altijd wel gezellig. Dus, maar dat gaat helemaal goed komen, lieve mensen. Dus zodoende, dat laat ik uiteraard weten aan jullie. Hè? Dus, zoals je ziet, de lucht trekt ook een beetje dicht. Dus moeten we even kijken. Maar als het goed is, blijft het wel droog vandaag. Dus, maar dat komt goed, dan zien jullie mij straks weer. Oké, doei.
Ja, daar was hij weer. Nou, we zijn bijna in Oostende. Ja, een stukje verderop. Ik kan nu niet zo goed zien. Dus Oostende ligt aan de zee. En ja, helaas hebben we vandaag niet dat adres. Maar Henny heeft me verteld, je hebt daar een adres aan het water zitten. En dan kan je zo'n dijkje lopen en dan kan je het zo bekijken. Ja, dus zodoende. Maar vandaag even niet. Dus misschien de volgende keer. Ja, dat we daar dan komen. Dus zodoende. Maar ik zal zo meteen nog wel even een keer of jullie gaan filmen. Dat komt wel goed. Ja, daar was hij weer. Nou, we hebben Oostende ook gelost. Dus hij is nu leeg. We zijn onderweg naar Bruggen. Dan gaan we als we dus één pelletje laaien. Ja, dus zodoende, hè. Daarna gaan we eventjes de zaak berichten. Even kijken wat we daarna mogen gaan doen. Dus zodoende. Ja, ja, dat is de tomtom, hè. Ja. Ja, dat hoort er ook nog bij. Zodoende. Maar dat laten we jullie straks wel even weten. Maar dat gaat helemaal goed komen. Dus dat komt helemaal in orde, hè. Dus dan hoor je straks nog wel even hoe wat. Zo, goedemiddag allemaal. Nou, we hebben één pelletje vis geladen in Brugge. En we zijn nu onderweg naar Barneveld, maar dat gaan we niet halen vanwege de rijtijd. Met de werktijd wel, er zijn twee verschillende dingen. Je hebt rijtijd en werktijd. En met de rijtijd is niet te halen en met de werktijd wel. Maar ja, dus we gaan een plekje opzoeken om te overnachten. Ja, zeker weten, beste kijkers. Het is een tijdje geleden, dus zodoende. Dus we gaan even kijken voor een plekje en ja... Kijk, ja, Henny had, die is zo slim geweest, die had een macaroni. Maar ja, gisteren heb ik er niet aan gedacht om een maaltijd te halen. Want ja, kijk, zoals jullie kunnen zien, er zit een magnetron in deze MN. Ja. Ja. Super deluxe. Jazeker. En een koffieautomaat. Ja, die staat achter mij, dus die kan ik ja, morgenochtend wel even voor jullie even op de film zetten. Want ook die is aanwezig. Of in ieder geval, nee, waterkoker is dat. Een waterkoker, ja. Ja. En inmiddels rijden we alweer ja, net voor een beetje voor Antwerpen. Dus ja, ik krijg sowieso file, het was een beetje druk. Dus zodoende. Nou, voor de rest hebben we het prima naar ons zin. Terwijl ik vond het zelf een hele mooie ronde eigenlijk wel. Ja. Ik zit net te bedenken dat de auto ook nog niet eens op de film staat. Och, jongens toch. Wat is dat nou weer dan, hè? Ja, normaal doe ik dat wel altijd, maar helaas, sorry. Vandaag niet. Dus zodoende. Maar dat maakt niet uit. Dus dat doe ik straks wel eventjes. Dat gaat helemaal goed komen. Dus ja. Nou, ik vond het een mooie rit. Dus ja. Heb je ook de hoofdvestiging van Citra gezien? Ook wel natuurlijk een keer leuk voor jullie. Dus ja. Nou ja, dat gaat wel goed komen. Ik zal straks nog wel even weer filmen als we bij het Sportpaleis daardoor rijden. Dan ook wel even leuk om weer even een keer te zien voor jullie. Over de brug heen daar. Dus ja, misschien straks nog even een stukje als het wat drukker wordt. Met in- en uitvoegen, dat is wel geinig. Er kunnen wel spannende stukjes aan. Dus. Komt helemaal goed, lieve kijkers van mij. Jullie zien me straks weer. Jojo! Nou, we rijden op de ring ja, bij Antwerpen. En, ja, het is gezellig druk, dus ja. Ah ja joh, wat auto die wat in- en uitvoegen en ja, ze maakt nog wat mee joh. Ja, dat is wel mooi zo. Dan staat er even stil en dan loopt het weer een beetje, ja. Ja, ze maakt er nog wat mee. Ja, verderop ga je helemaal leuk meemaken. Ja. Ja, dan gaat twee banen, die gaan dan richting Turnhout. Dus en er komen ook weer twee banen van de E19 van Brussel, die voegen ook weer in. Dus dat gaat allemaal door elkaar heen rijden straks. Dus dat gaat lachen worden. Daarom blijf ik op de middelste baan rijden. Ja.
Daar heb ik het minste last van, die invoegen. Dus als je rechts ziet, dan zie je al auto's aankomen. Dat is de A12, ook van Brussel af. En dan komt er verderop komt er weer twee banen bij. Dat is de E19. En een paar kilometer verderop, dan gaan er weer twee banen naar Turnhout. Dus dan is het allemaal... Al chaos. Chaos door elkaar. Ja. Daarom blijf ik hier mooi rijden. Dat is de meest veilige baan voor mij. Ja, ja, dat weet ik wel zeker. Een veilige baan. Als ik hem best hard aanjaag. Ja, dat bedoel ik. Zo. Ja, is wel leuk hè, beste mensen. Om even op de film te zetten, ja. Ja, kijk, voor Henny is het allemaal heel normaal. Is wel gewend. En ja. Bij de dagelijks zit ik hier dus. Ja, de dagelijks, ja. Dat klopt. Ah ja, het was wel leuk om voor jullie te filmen. Oh, wat een beetje gekkigheid, maar mag geen naam hebben. Naast ons rijdt auto van Link. Dat is ook Wapenrust geworden, hè, ja. Nou, jullie zien het, hè, een beetje drukker verkeer wat in en uit moet voegen. Nou, dit programma nog in, hè, nu. Ja. Ja. En dan de 2 kilometer verderop, dan gaan ze al een richting aangeven om weer uit te kunnen voegen. Ja, dat wordt, ja. Wordt lachen. En dan komen ook de banen, zie je die andere twee. Oh, links. Dat is de A19. De E19, sorry. De E19 vocht. Hier moet bij. Maar ze komen flink aan, ja. Ja. Oh, even de accu zo verwisselen. Ik zie dat de accu bijna leeg is. Gelukkig ben ik ook wel goed op voorbereid. En vooral verwisselen. Ik ben er zo. Maar ik ben ook een totale rijder hoor. Ja, daar was ik weer. Ik moest eventjes de accu verwisselen, beste mensen. Ja, want mijn accu die was leeg. Dus ik moest even een andere erin houden. Nou, jullie zien wel wat daar rechts gebeurt, hè. Zie je in en uitvoeren. Zie, zoals jullie kunnen zien. De mensen nemen nog wat risico's. Zie, ze gaan ook weer gelijk uitvoegen. Daarom gaat alles nou langzaam stoppen aan de rechterkant. Zoals je ziet. Nou, die komt daar weer hier tussen. Terwijl die wil er tussen. Ja, jullie kunnen zien, die krijgen gevaarlijke situaties door. Dat mensen op het laatste moment nog naar rechts willen. Ik dacht, ja, ik zet de camera maar gewoon aan, dan kun je het zelf ook zien. Hè. Ja, het scheelt dat het hier nog een beetje doorloopt. Ja. Hier begint meestal wel reden door te lopen hoor. Ja. Er zat nog eigenwijze chauffeurs. Van persoonauto's of van vrachtwagens die willen op het laatste moment nog eventjes invoegen. Ja, en dan krijg je weer dat stoppen, hè, dat ze weer op de rem gaan staan. Ja. Ja, en dan zul je denken, wat een drukte. Ja, dat is bij Antwerpen is, is dat heel normaal. Wel, dat stopt dus heel vroeg, dan is het lekker rustig. Dan krijg je er zo overheen, zoals jullie wel gezien hebben in een eerder filmpje van mij. En dan rijdt er niet zo heel veel. Ja, mensen proberen al nog op het laatste moment even voor te kruipen. Of in te voeren en dan verderop terug. Die loopt dan een beetje redelijk door. Ja, dan zijn de mensen gewend om op de goede baan te rijden, hè? Ja, ja. Van de afslag, eigenlijk. Ja. Daar zat ik al bij Antwerpen Oost, de kruising. Ja, het is ook wel leuk voor jullie om een keer te zien. Laatst had ik ook een klein stukje gefilmd, maar
Maar mij is heel veel luid hoor. Straks komen we weer langs het sportpaleis zo meteen. Kun je ook wel even weer zien. Ja, we zijn er voorbij jongens. Ja, we zijn er voorbij ja. Dat heb je goed. Ja, zo meteen aan de rechterkant het Sportpaleis van Antwerpen. Ik zie dat als we zo meteen naar rechts kijken, dan ziet u links niks. Dus, en als je naar links kijkt, dan zie je rechts. Ja, lekker flauw, ik weet het. Kijk, hier achter die, hier zit zo'n sportpaleis. Kunnen we even kijken? Kijk hier. Zien jullie het? Hier is het sportpaleis. Dus zodoende, hier gaan we de brug alweer op. Zie je aan de linkerkant Antwerpen op zijn mooist. Mooi zon erbij de lucht. Helemaal geweldig. Zie je een stuk industrie. Dus, en dan zien we mij zo meteen wel weer. Want we gaan straks even kijken of we ergens nog kunnen overnachten, een plekje. En en onze buiks hebben ook wel een beetje trek. Dus we moeten even kijken hoe we wat. Maar dat zal ik jullie wel laten zien. Hè. Jullie zullen zo ook wel zien hoe vol het staat met de vrachtwagens. Dus. Maar dat komt goed. Jullie zien we straks weer. Doei doeg! Nou, dit is onze eerste parkeerplaats. Sint-Job in het Gooi. Maar het ziet er wel heel vol uit. Als we het zo bekijken. Zoals jullie kunnen zien. Wat een vrachtwagens. Maar we kijken even rustig. Of er eventueel een plekje is. Ah, jullie zien het, hè? De parking staat echt behoorlijk vol. Ik denk dat we pech hebben. Ja. Ja, soms wil het wel eens gebeuren dat er eentje net zijn pauze heeft gehad, dat hij dan wegrijdt. Nou, hier kan je net niet staan, dat is net te krap. Ja, dat is net weer te krap, ja. Nee, dat wordt ook niks. Jezus, het staat echt vol. De andere kant zult het zien ook. Jongen, jongen. Nee, dat wordt naar Breda. Ja, even kijken. Ja, even kijken. Ja, vrij, doe maar. Ah, je ziet het, ze staan zelfs hier nog. Ja. Op de vluchtstrook. Ja. Nou, dus wij gaan nu naar Joost. Ja. Terugstop Joost bij Breda. En dan gaan we daar even kijken of daar plekjes. Mies had het helemaal vol zoals jullie zagen. Dus nou, tot straks maar weer. Oké. Ondertussen zijn we bij transportzone aangekomen. En tevens is daar de volgende parkeerplaats uit gaan proberen. Jezus, die rijdt niet hard. Wat gaat hij doen joh? Oh, kijk dan, levensgevaarlijk. Echt waar? Eerlijk waar. Dat is toch een plan joh? Achter mij doet hij al. Ja. Tjonge jongen, wat een gek. Echt waar. Och, nou. Ja, we mogen het niet zeggen. Nee, we mogen dus niet zeggen. Dus hou ons mond. Ja, maar het zeg genoeg. Joh, levensgevaarlijk. In ieder geval. We gaan kijken voor een plekje. Ja, ja, daar waren we ook weer gebleven. Ja. Ja.
Nou, als we aan de andere kant kunnen zien, staat het lekker vol met vrachtwagens. Ja. Zoals jullie kunnen zien, staat het vol met vrachtwagens aan de overkant. Ja, het is goed druk op de vrijdagavond. Echt wel? Had ik niet verwacht, eerlijk gezegd. Dat het zo druk zou zijn. Nee, ik ook niet. Nee. Nou, wij gaan hier even kijken of hier ze een plekje hebben voor ons. Oh, dus die betaalde. Ja. Maar dat is wel veel ruimte. Ja. Gaan we gelijk maar heen. Ik ga niet daar verder op kijken. Nou, gaan we maar eens eventjes. Even kijken hoe dit werkt, beste mensen. We gaan even kijken of hier. Hey, is wel veel ruimte. Credit card only. Credit card only? Ja. Hopen dat ik met de bank pas kan betalen. Ja. Maar of ik weer eruit kom morgen vroeg, dat weten we nog niet. Nee. Ja, nou, dat gaan we zien. Nou, even kijken of deze poort open gaat voor ons. Ja hoor. Nou, oh, kijk, hier is mooi veel plek. Nou, hier is wel rustig in principe. Staan we, ja. Ja. Dus daar heeft niemand last van ons. Kijk voor een plekje. Ja, ik ga even omdraaien en dan kunnen we zo eruit rijden morgen. Ja, daarom. Maar je ziet, hij is ruimte genoeg. Aan de andere kant stond het helemaal vol. Betaald parkeren redden van niet iedereen. Nee. Zo. Oh, kijk, dit is een heel mooi plekje. Zie je, dit is een beetje ons uitzicht voor vanavond. Zie je, ja, niks mis mee. En ik ga gelijk aan de goede kant staan, dan kunnen we er gelijk morgen vroeg eruit rijden. Ja, voordat ze ons even vastzetten. Ja. Of joh, ja. Zo, hier staat het karretje. Blijf hier vanavond maar staan op de parking met dit uitzicht erbij. Ah, niet verkeerd zeg ik. Heel best. Goedemorgen beste kijkers. Het is vandaag zaterdag, hè? Ja, 13 april. We zijn net wakker in Hasseldonk. Vannacht ja, best wel redelijk geslapen. Nu staan we op de parking. Zie, vannacht in het bovenste bed geslapen. Ging heel best. Heb ik nu weer netjes ingeklapt, vastgemaakt. En de chauffeur hier beneden. Ja, dus zodoende. Ja, zie. Lekker bakje koffie erbij. Dan gaan we zo weer een stukje rijden. Zo beste mensen, we rijden weer, hè? Ja, we zijn onderweg naar Barneveld zoals jullie wel wisten. Gistermiddag nog even een belletje geladen en toen kon dus terugkomen. Ja, dus zodoende. Dus dan zien jullie mij straks wel weer even. Oké, doei. Zo, inmiddels is de zon er weer bijgekomen en is het weer lekker weer. Dus weer mooie blauwe lucht. En we rijden hier bij Ede. Ja, zoals we komen langs de grote bloemenveiling op. Kan ik jullie zo wel even laten zien, hè? Ja, dus ik
maar geen reclame maken, dus ja, dat noemen we, doen we dat maar niet. Noem maar geen namen. Nee. Nee. Maar begin met een P in ieder geval. Zo, hier aan de, zo aan de linkerkant, de bloemenveiling. Zie je hier al precies achter, ja, ze zijn er nu voor aan het bouwen, zie ik. Maar hier is het hele grote bloemenveiling aan de achterzijde. Dus zodoende, ja, dus dat gaat helemaal mooi. Ja, dus ja, we rijden bij prachtigheden altijd. Heb ik zelf heel lang gewoond, nu niet meer. Jammer genoeg, maar ja, maakt niet uit. Dus ik heb er met veel plezier gewoond en ja, was een leuke tijd. Dus zodoende, ja. Dus, nou, dan zien jullie mij straks wel weer eventjes. Doei doei! Zo, beste mensen. U ziet alweer, hè. We rijden weer op de Harselaar. We zijn weer bijna terug. Ik dacht, nou ja, het laatste stukje dan kan dat ook wel, hè. Zie je, voor de afwisseling ga ik je eentje eerder. Komen we via de zijkant, komen we er dan uit. Ik zie het aan de linkerkant, zeg maar, en dan bij het zeer groeiend bedrijf, ja, dus ja, en binnenkort, ik denk nog 1 of 2 keer, en dan komt er een, ja, een bijzonder filmpje. Dus maar ja, dat duurt nog wel even. Dus, maar dat hoor je dan nog wel voor die tijd nog wel een keer. We moeten even overleggen en even bespreken met die persoon. Dus maar dat, ja, dat gaat dan tot die tijd wel goed komen. Ja, mijn kant vrij. Nou, beste mensen. We zijn nu weer bij de firma. Campus? Ja, de firma Campus. Nou, ik zou bedankt voor het kijken maar weer. En tot de volgende.